We zijn live. Beste junior collega's, studenten van de cluster rechtspraktijk, departement business, andere departementen, maar ook over de hele hogeschool. Beste toekomstige studenten en collega's die eventueel meeluisteren. We draaien de zaken dit jaar om. Door niet uit te breken, maar in te breken. We kijken niet naar buiten, maar we kijken naar binnen vanuit een ander perspectief. Jullie weten, of een aantal van jullie in de opleiding weten, dat ik op infodagen al dikwijls heb gezegd hoe belangrijk taal is en communicatie is. Het wapen van de jurist is taal. En taal is meer dan de woorden die we tot elkaar richten in gesprekken of geschreven communicatie. Taal zit in de context, taal zit in zoveel. En dit is uiteraard belangrijk in een juridische opleiding, maar is voor iedereen interessant. Ben je student rechtspraktijk? Ben je student administratieve ondersteuning? Maar ook verplegers, ook kunstenaars, jullie hebben allemaal te winnen bij helder communiceren. Naast mij vandaag staat geen taallector, maar een jurist. Maxime Monnaar is naast onze externe opleidingsvoorzitter advocaat bij Monnaar. En hij legt zich vooral toe op de techsector, startups en is ook erkend bemiddelaar. Hij komt jullie vandaag 7 tips geven over succes bij onderhandelingen en conflicten. Maxime, met veel trots geef ik je het woord. Eerst en vooral hartelijk dank, Karel-Jan, en hartelijk dank aan de PXL dat ik jullie vandaag mag entertainen. Niet alleen studenten rechtspraktijk, maar ook andere studenten die eens willen proeven van wat er zoal wordt aangeboden aan de PXL van lessen. En ik kan het alleen maar warm aanbevelen. Hopelijk kan u hetzelfde zeggen na deze uiteenzetting. Karel-Jan heeft mij gevraagd of ik geen leuk thema had om te spreken op deze dag. En ja, als advocaat, jurist, hebben we al vaak de neiging om te kiezen voor de inhoudelijke thema's, inhoudelijke juridische thema's. Ik ben zelf gespecialiseerd in vennootschapsrecht en bedrijfsovernames. Dus de verleiding was groot om te spreken over een eerste evaluatie van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen. Maar het nadeel aan de virtuele context is dat het nog moeilijker is om de mensen wakker te houden achter een scherm in een virtuele context. En dan leek het mij misschien iets boeiender voor u om een wat ander topic te behandelen. Geen juridisch topic, maar om wel enkele tips mee te geven rond communicatie en rond onderhandelen. Karel-Jan zei het al, ik ben geen taallector, ik ben geen expert. Ik heb geen doctoraat in onderhandelen, nog in communiceren. Maar eigenlijk zijn we allemaal een beetje deskundig in communicatie. En natuurlijk, beroepsmatig heb ik ook al wel een heel aantal jaren ervaring met onderhandelen in heel diverse sectoren. Mijn bedoeling vandaag is om u een aantal tips en inzichten mee te geven die u kunnen helpen in het dagelijks leven, privé, in moeilijke gesprekken met je partner misschien zelfs, met vrienden, in een professionele context, van een sollicitatiegesprek tot een gesprek over een functioneringsgesprek, je vraagt opslag, maar eveneens onderhandelingen in een commerciële context. Je wil je auto verkopen, je wil een auto kopen, een huis kopen, en noem maar op. Onderhandelen doen we elke dag. Dus hopelijk acht u het nuttig wat ik vandaag meegeef. Ik geef meteen ook mee, ik heb ervoor gekozen om het nogal pragmatisch te benaderen, vanuit mijn eigen ervaring, waar ik uiteraard wel wat theorie over communicatie en onderhandelingen heb verwerkt. Er zijn zeer boeiende bronnen daarover, maar een beetje atypisch voor een jurist heb ik ervoor gekozen om de slides licht te houden, met weinig tekst. Maar mocht u meer informatie wensen of u bent op zoek naar een boeiend boek over dit thema, mag je mij altijd contacteren of een e-mail sturen. En dan help ik u graag verder. Goed, zoals u ziet staan op de slide, alles is communicatie. Ik denk dat dat nogal voor zich spreekt.
Elk gedrag heeft een boodschapswaarde, hè? En zeker niet alleen het verbale. Er is onderzoek naar gedaan en uit dat onderzoek bleek dat 93% van de communicatie non-verbaal is. Ik heb mij niet verdiept in het onderzoek en ik vind het zelf wel een heel hoog percentage, maar het is minstens indicatief voor het feit dat lichaamstaal al zo belangrijk is en naast lichaamstaal uiteraard de stemklank, de toon, intonatie en in veel mindere mate eigenlijk de woorden die we uitspreken. Want terwijl ik naar u spreek en u via het scherm min of meer in uw ogen kijk, ziet u bepaalde dingen aan mij en krijgt u een bepaalde indruk nog los van wat ik zei. Als u dat even wilt testen en u zet het geluid af en u kijkt alleen naar het scherm, dan zal u merken dat u toch nog een indruk krijgt van mij. Iemand die misschien gemotiveerd is, misschien zenuwachtig. Ik laat het aan u om in te vullen. Maar één ding is zeker, u zal bepaalde indrukken krijgen en u zal u een bepaald idee vormen over mij als communicator, hoewel u mij niets hoort zeggen en hoewel u dus geen woorden hoort. Communicatie is dus overal permanent. En mijn eerste tip heeft daar meteen op betrekking. Mijn eerste tip is, wees je daarvan bewust. Communiceer zelfbewust. Heel vaak zijn wij ons onvoldoende bewust van de signalen die wij uitstralen. Ik merk dat in vergaderingen dagelijks, mensen staan niet stil bij de boodschap die ze meegeven op non-verbale wijze. Dat is bijvoorbeeld, iemand zit in een meeting of zit in een Zoom-call en hij zet zijn video uit. Ja, ook dat is communicatie. Hoewel men je niet kan zien, nog kan horen, is dat heel duidelijke communicatie. Het toont een gebrek aan interesse. Het is niet altijd zo bedoeld, want we krijgen allemaal hoofdpijn van een hele dag in Zoom en Teams meetings. Maar toch geeft het dat signaal. En het is dat net wat zo belangrijk is, die perceptie die het creëert. Elke communicatie heeft eigenlijk vier aspecten. Je hebt een inhoudelijk aspect. Wat is de boodschap die je wil overbrengen? Je hebt een expressief aspect. Wat toont jouw gedrag over jou? Hè? Wat is je emotie? Je hebt een relationeel aspect. De manier waarop mensen met elkaar omgaan. Hartelijk, cool, kil in sommige gevallen. En je hebt een appellerend aspect. Wat verwacht je eigenlijk in je communicatie van de ander? Een student kan op een terras, waar we hopelijk zeer snel nu terug op mogen gaan zitten, kan zeggen tegen de ander, drinken we niet nog eentje? Maar misschien bedoelt hij iets helemaal anders. De boodschap is, drinken we niet nog eentje, maar het appellerend aspect kan zijn, blijf alsjeblieft nog wat langer bij mij, want ik geniet van jouw gezelschap. Dus dat is het appellerend aspect, waar we altijd bij moeten stilstaan, is wat is eigenlijk de onderliggende verwachting? Dus belangrijk is, wees je bewust van de communicatie die je uitzendt. En vandaar de tip, check even in bij mensen. Of dat de boodschap die je wilt overbrengen, of dat die ook effectief zo is aangekomen. Is het duidelijk voor jou wat ik bedoel? Hoe vat jij dit gesprek samen? Dus aan de ander vragen wat hij ervan heeft onthouden. En zeker ook, vind ik, is het nuttig om extra te benadrukken datgene wat snel vergeten wordt. Wanneer je een functioneringsgesprek hebt en je wil eigenlijk een heel evenwichtige boodschap geven, er zijn goede zaken en er zijn slechte zaken. Ik denk dat we allemaal wel onszelf erin herkennen dat we het goede al snel aan de kant zullen zetten en het slechte blijft hangen. Er is trouwens onderzoek naar gedaan en daar is ook een zeker gender-effect. Het is, je leest daarover in het boek van Sheryl Sandberg, Lean In, waarin dat eigenlijk vrouwen, jammer genoeg, veel sterker zullen focussen op het slechte
nieuws op de werkpunten en ook veel sneller de oorzaak daarvoor intern zullen zoeken. Daar waar de man veel beter het goede zal onthouden en voor het slechte de oorzaak extern zal zoeken. Wat het iets makkelijker maakt om in het leven te staan. Ja, door in te checken en door op het einde van het gesprek nog even te benadrukken extra hetgene waarvan je weet dat het wellicht minder snel zal blijven hangen bij de anderen, daardoor kan je je boodschap beter laten overkomen. Dus wees je bewust van de signalen die je uitstuurt. Een tweede tip is luister actief. Luisteren is zoveel belangrijker dan spreken. En in communicatie beseffen we dat allemaal veel te weinig. Ik ben daar zelf zeker ook schuldig aan. Ik ben nogal een extravert persoon. En extraverte personen hebben de neiging om veel zelf te willen spreken. Dus ik moet mezelf inhouden, ik moet mezelf afremmen. En eigenlijk proberen veel minder te spreken en beter te luisteren, meer te luisteren, want dan ga je beter communiceren. Dus bij deze een tip, zeker ook voor mezelf. Luister actief. Nu, actief luisteren betekent niet gewoon zwijgen. Hè? Zwijgen en luisteren naar wat de ander zegt, maar het gaat over echt luisteren. Dat betekent ook dat je de ander laat uitspreken, dat je de ander niet opjaagt, maar dat je hem ook het signaal geeft van I got you. Ik hoor wat je zegt. En dat is niet hetzelfde als het daarmee eens zijn. Een heel belangrijk onderscheid. Maar je kan wel via lichaamstaal of via kleine signalen kan je het teken geven, de boodschap overbrengen dat je duidelijk aan het luisteren bent. Bijvoorbeeld door te knikken wanneer iemand spreekt. Dat je zegt, ja, we kennen dat allemaal als je in de aula, denk ik, zit, dan zijn personen die afgeleid zijn. Je hebt zij die noteren, je hebt zij die knikken. Maar ook in een vraaggesprek, zoals een journalist ook wel doet, de andere vertelt en je knikt vanuit het signaal. Niet van, ik ben het met je eens, maar vanuit met de boodschap, ik hoor wat je zegt en ik luister. Meehummen. Ook dat is een duidelijk voorbeeld van actief luisteren. Notities nemen, maar ook vragen stellen. Hè? De tip van actief luisteren is LSD. Hè? Dus geen trip, maar een tip. LSD staat voor luisteren, samenvatten en doorvragen. Luister naar wat de ander zegt. Ik ga het proberen samen te vatten in mijn woorden. En ik ga doorvragen om zeker te zijn dat ik het goed begrepen heb. Samenvat in de zin van, begrijp ik het goed dat? Vat ik het juist samen als? Heb ik het goed voor dat? Dat is iets anders dan de ander onderbreken of de zinnen van de ander afmaken, want dan voelt men zich weer niet begrepen. Maar luisteren, samenvatten en doorvragen, ook bijkomende vragen. Toon interesse voor de ander zijn, de boodschap van de ander. En wanneer die niet helemaal duidelijk is, probeer aan de hand van bijkomende vragen wel duidelijkheid te krijgen. Ik kan dat doen aan de hand van open vragen of aan de hand van gesloten vragen. Zolang het maar geen suggestieve vragen zijn. Het moet eigenlijk, in communicatie moet je toch wel proberen in de actief luisterfase dan toch, wanneer je de ander probeert te begrijpen, moet je proberen om onbevooroordeeld vragen te stellen. Wanneer je dat doet, op een suggestieve manier, op een vooroordeelde manier, dan ga je meteen een spanning krijgen die weegt op de communicatie, omdat de ander het gevoel gaat hebben dat hij zijn boodschap niet meer kan overbrengen, omdat jij al probeert jouw boodschap over te brengen, terwijl de ander nog bezig is met zijn boodschap. Dus het is een wirwar, maar in elk geval actief luisteren, heel belangrijk en wordt ook enorm gewaardeerd. Ik denk dat we krijgen soms de feedback van mensen van we vinden het fijn dat we hier ons verhaal eens kunnen doen en dat u ook geïnteresseerd bent door te knikken of je probeert het teken ook te geven, ook al is dat niet altijd op elk moment zo dat je geïnteresseerd bent, maar je minstens probeert het signaal te geven van ik luister, ik hoor wat je zegt en ik probeer oprecht te begrijpen wat je bedoelt. Actief luisteren. Tip 3. Benoem jouw beleving en claim geen waarheid.
Dat is vooral een tip in conflicten. In onderhandelingen, iets minder, maar uiteindelijk is het, het verschil tussen een commerciële onderhandeling, tussen zakenpartners en tussen een conflict, is vrij beperkt. De emotionaliteit zal minder zijn. Er zullen meer gelijklopende belangen zijn bij een onderhandeling mogelijk dan bij een conflict. Maar het gaat altijd over communicatie. En daarom denk ik ook dat de tips die ik vandaag probeer mee te geven, dat die universeel bruikbaar zijn, ongeacht de context. En eentje waar voortdurend tegen gezondigd wordt, en het is ook maar menselijk, is dat mensen hun idee als werkelijkheid beschouwen. Dat is normaal. Maar het ook als werkelijkheid weergeven, het als werkelijkheid voorstellen. Ja, en dit is echt zeer onrechtvaardig. Dit is frauduleus, dit is oneerlijk. Dus dat men zegt, dit is. Men zegt niet, ik vind. Natuurlijk begrijp je wel ergens dat men bedoelt, uiteraard de persoon die het zegt, die uit zijn standpunt. Maar toch, door daar iets zorgvuldiger mee om te springen in je communicatie, komt je boodschap al helemaal anders binnen. Als je probeert de boodschap te brengen, ja, goh, ik heb dit aangevoeld als een aanval op mijn persoon. Bij mij kwam het binnen alsof dat je mij niet respecteert in wat ik doe. Ik heb het ervaren alsof ik niets goed kan doen. Dat is iets anders dan ik kan hier niets goed doen en je respecteert mij niet, waarmee dat je eigenlijk al voor de ander beslist dat het zo is. En door die, dat is dan echt taal natuurlijk, maar toch, door die nuance te brengen in die taal en door duidelijk te uiten, te spreken vanuit jouw beleving, zeker in moeilijke gesprekken, hè, wanneer je naar een conflict gaat en je probeert daaruit te geraken, dan kan elk woord explosief zijn en het gesprek abrupt beëindigen. En dan kan het enorm helpen door met een open blik eigenlijk een beetje boven jezelf te gaan hangen, zoals in een game, en te zeggen en dan te spreken over, ja, goed, ik heb dit toen daar zo beleefd. Misschien heb jij dat anders beleefd, maar ik wil toch even meegeven hoe dat ik het heb aangevoeld. Door die nuance, dat komt al veel minder aanvallend binnen, veel minder alsof je een statement wil maken, en de kans dat men respect zal hebben voor je positie en daar ook de nodige duiding bij zal willen geven, is veel groter. En dus probeer geen waarheid te claimen. Een vierde tip. Zoom uit en focus. Beetje tegenstrijdig natuurlijk, maar dat is er bewust om gedaan. Waar loopt het bijna steeds mis in onderhandelingen? Of waar loopt men vast in onderhandelingen? Dat is door meteen over standpunten te onderhandelen. Door het gesprek te verengen. En niet meer uit te zoomen. En niet meer de bigger picture te zien. Type voorbeeld, ik wil een auto kopen. En wanneer dat je een onderhandelingscursus volgt, dan stel je jezelf ook wel die vragen wanneer je een onderhandelingsboek leest. Van ja, goh, dat klinkt allemaal wel prachtig. Maar in werkelijkheid, uiteindelijk sta ik daar wel op de automarkt waar dat ik mijn auto wil verkopen. En ik zit daar met een tweedehandskoper die gepokt en gemazeld is. En ik wil zoveel mogelijk voor mijn auto en hij wil zo weinig mogelijk betalen. Dus wat heb ik dan aan al die theorie? Het is een vrij binair gesprek. En in sommige gevallen is dat ook zo. En ik denk, koop van een auto kan daar een voorbeeld van zijn, maar de zeer, zeer grote meerderheid van de onderhandelingen, daar bestaat een ruimte om uit te zoomen en om weg te gaan van de standpunten. En het is altijd de moeite om het te doen. Probeer je de vraag te stellen, wat is voor de andere persoon nu belangrijk? Huh? Niet de what, maar de why, zou Simon Sinek zeggen. Probeer echt in kaart te brengen, wat vindt die andere persoon belangrijk? Kan zeer abstract zijn. Gemoedsrust, snelheid, rijk worden, respect, lange termijn visie, lange termijn samenwerking.
noem maar op. Dat zijn abstracte belangen, maar het zijn die belangen die uiteindelijk het standpunt sturen dat die persoon die aan de andere kant van de tafel zit, inneemt. Waarom neemt die positie A of B in? Wel, dat zou gestuurd moeten zijn vanuit de belangen. Het probleem is dat wanneer je focust op de positie alleen, de koopprijs van de wagen, ja, dan is het heel moeilijk, omdat het al snel een binaire discussie wordt. Je betaalt 5.000 euro of 6.000 euro of 10.000 euro, maar heel veel marge zit daar niet op. Terwijl, wanneer je uitzoomt naar de belangen en je brengt in kaart, goh, ja, die autoverkoper wil uiteindelijk, of een autokoper, ja, die is bezig. Voor hem is het belangrijk dat hij respect krijgt, dat hij een goede reputatie heeft, dat hij zoveel mogelijk auto's kan kopen of verkopen. Misschien ken ik nog iemand anders die zijn auto wil verkopen en kan daar ook terecht. Ik kan mijn netwerk misschien inzetten. Ik probeer maar te illustreren door in kaart te brengen, te proberen de ander te begrijpen wat de ander belangrijk vindt. Kan je dat debat, kan je het gesprek opentrekken en kan je eigenlijk waarde creëren. En het helpt soms om daarbij, zeker wanneer er een conflict is, kan het soms helpen om de belangen van elk van de partijen in kaart te brengen. En kan dat een open vraaggesprek doen, hè? Dat is ook de techniek die we toepassen bij bemiddeling. Wat is voor u echt belangrijk? En laten we even de discussie die we hier concreet hebben, het conflict over of je terecht of jouw managementcontract terecht is beëindigd of niet. Laten we dat even achterwege laten. Maar wat is voor jou nu belangrijk? En dan komen er vaak zaken uit als ik wil correct behandeld worden, ik wil respect, ik slaap hier niet van, ik wil eigenlijk terug gemoedsrust, dergelijke meer. Maar er kunnen dus ook financiële belangen of emotionele belangen, noem maar op, zijn. Probeer die eens in kaart te brengen voor elk van de partijen. En probeer dan aan te duiden van welke belangen zijn nu gelijklopend bij beide partijen die in conflict zitten. En welke belangen zijn tegengesteld. En je hebt een derde categorie, dat zijn verenigbare belangen. Dat is iets wat de ene belangrijk vindt, maar waar dat de andere vrij neutraal tegenover staat. En daar zit ook heel veel waarde in onderhandeling, omdat als je dergelijke verenigbare belangen kan identificeren, dan kan je echt waarde gaan creëren. Want als je op die belangen inspeelt, het kost de ene partij niets, maar de andere partij ervaart het wel als toegevoegde waarde. Ja, op die manier kan je de discussie opentrekken, de onderhandeling opentrekken en kan je echt waarde gaan creëren. Ik kom daar dadelijk op terug, want op die manier ga je de taart groter maken, hè, met een cliché, alvorens dat je ze gaat verdelen. Dus wanneer dat het vastloopt in een conflict, maar ook in belangrijke onderhandelingen, probeer eens even weg te gaan van de standpunten en terug te focussen, niet zozeer op de standpunten, maar op de belangen van de partijen. Althans, ik ervaar in mijn praktijk dat en ook privé, dat enorm nuttig kan zijn om uit een impasse te geraken. Om succesvol te onderhandelen en zeker om conflicten tot een goed einde te brengen, heb je een goede portie creativiteit nodig. Niet het soort knutselcreativiteit, maar wel intellectuele creativiteit. Durf out of the box denken. En dat is ook, het voordeel van een bemiddelingstraject bij conflicten of van een onderhandelingstraject ten opzichte van, nu spreek ik vanuit mijn wereld, maar vanuit ten opzichte van een rechtbank. Dat is dat je kan eender wat bespreken en overeenkomen. Je hoeft je niet te beperken tot het juridische debat. En een akkoord kan zoveel ruimer zijn. Dat kan gepaard gaan met excuses. Dat kan gepaard gaan met een erkenning van een bepaald feit. Ik bemiddel al wel eens tussen co-founders van een start-up die samen met heel veel goesting begonnen zijn aan een nieuw project. Maar uiteindelijk komt er een conflict omdat de ene toch iets minder hard werkt dan de andere. Of dan dat hij altijd gezegd had dat hij zou werken. Omdat de visie over de toekomst van het bedrijf een andere kant sterk verschilt. En
Wat we dan vaak zien is dat al snel de discussie, zoals steeds, wordt verengd tot puur financiële belangen. Ja, en ik heb maanden heel hard gewerkt voor het bedrijf, maar ik ben daar nog altijd niet voor betaald. Hè. En ik had een verwachting van grote winst en kijk maar eens, die investeerder die wil toch investeren in ons en die plakt een miljoenenwaardering, dus mijn aandelen zijn zoveel waard. Dus men gaat heel snel focussen op het financiële. Terwijl, wanneer we teruggaan naar de vorige tip, wanneer we gaan uitzoomen op de belangen, dan zie je dat, zeker zo bij zo'n founders en techbedrijven, zijn vaak nog jong, hebben een hele carrière nog voor hen. En die zijn niet zo sterk gedreven door het financiële. Wat zij wel belangrijk vinden, is dat is respect, erkenning voor wat zij hebben gedaan. En bijvoorbeeld in het kader van een dergelijk akkoord, van dergelijke onderhandelingen, kan het feit dat iemand op de website blijft staan als co-founder met een paragraafje over welke nuttige bijdrage hij heeft gehad, kan een wereld van verschil maken en kan voor die persoon veel meer waard zijn dan een opzeggingsvergoeding in euro's. Niet altijd natuurlijk, maar ik geef maar een voorbeeld van hoe je met creativiteit, door met een open blik te kijken vanuit de belangen naar diverse opties, hoe je op die manier ook weer die taart groter kan maken alvorens je ze gaat verdelen. Techniek daarbij is dus om, net zoals bij brainstorming, dezelfde regels toe te passen. No ownership and no judgment. Dus je kan maar zoveel mogelijk ideeën spuien, ook al vind je ze zelf niet onmiddellijk goed. Maar alleen op die manier ga je eigenlijk die creativiteit losmaken en ga je komen tot mogelijke ideeën die nuttig kunnen zijn, waar je anders niet meteen aan zou doen. Hoe zit het dan met non-verbale communicatie bij een conflict? De houding en dergelijke, die maakt al een groot verschil. Hè? Ik denk dat dat de vraag was. Zeker juist. Wat we vaak zien is, wanneer je bij een conflict mensen aan tafel brengt, dat een, ik heb het recent nog meegemaakt, dat een bepaalde houding de lucifer in de vuurwerkfabriek kan zijn. Hè? Wanneer iemand met zijn ogen, zijn of haar ogen draait, terwijl de andere spreekt. Wanneer men zich wegdraait. Dat is opnieuw in een gesprek. En wanneer je over een conflict praat en kom je samen om daarover te spreken, dan is er altijd een soort van kwetsbaarheid. Hè? Je merkt dat ook. Hoe kan je dat gesprek openbreken? Blijft iedereen in de loopgraven zitten? Of ga je proberen toch iets meer transparant over je emoties, over je beleving, over je belangen te communiceren? Dat moet een beetje groeien. En wanneer je dan kwetsbaar opstelt en de andere partij toont zich meteen cynisch, sceptisch, door met de ogen te draaien of een wegwerpgebaar te maken, dan is dat heel explosief. Dus dat is zeker juist. Wat we in een bemiddelingstraject daarom doen, is bij aanvang van het bemiddelingstraject ook wel enkele gedragsregels afspreken. Dat klinkt een beetje pedant. Maar waarbij we proberen dan af te spreken dat men de ander laat uitspreken, dat emoties, daar is plaats voor, uiteraard, wanneer die persoon aan het woord is, maar om te vermijden dat men hevig reageert en ook dat men spreekt vanuit de beleving en niet zozeer dus de waarheid te claimen. Maar goed, je hebt dat nooit in de hand en dat is een heel belangrijk factor, een heel terecht punt, dat emoties en de lichaamshouding, dat we die proberen te controleren of onder controle te houden. Terug naar de creativiteit dus. Spui wilde ideeën, opties, zegt men ook wel eens. Hè. En een van de bijbel van de onderhandelingstheorie is nog altijd Getting to Yes. Een boekje van begin jaren 80 of zelfs eind jaren 70 van Harvard-professoren. Harvard University is trouwens nog altijd de referentie met het Program on Negotiation in onderhandelingstheorie. En in Getting to Yes zegt men, kijk, begin met de belangen te identificeren in onderhandeling. Vervolgens ga je naar alle mogelijke opties. Dat is de fase waar dat de creativiteit belangrijk is. Allerhande opties worden bekeken zonder ze al te gaan beoordelen. Net zoals bij brainstorming, no ownership, no judgment.
En dan gaat men naar mogelijke oplossingen. Dus men gaat kijken welke opties kunnen mogelijk de belangen van een ieder tegemoetkomen of verenigen, om vervolgens echt naar een oplossing te komen. Dus die creativiteit niet te onderschatten. Ook een typische tip wel uit de onderhandelingstheorie, maar niettemin heel waardevol in de praktijk, is verbeter je plan B. Bij onderhandeling ben je maar sterk wanneer, of kan het je enorm helpen, wanneer je een goed plan B hebt. En je kan je plan B als iets statisch ervaren, maar dat is vaak verkeerd. Je hebt zelf je plan B in de hand. Hè? Wanneer je om opslag gaat vragen in een functioneringsgesprek, zonder dat je een idee hebt van waar je elders op de markt misschien terecht kan, waar er nog boeiende jobs voor jou zijn, wat je daar kan verdienen, zonder dat je daarover geïnformeerd bent, over wat je marktwaarde is, sta je veel zwakker in dat gesprek. Wanneer je concreet weet van, goh, ik heb mij een beetje geïnformeerd en men heeft daar en daar en daar, is men ook wel geïnteresseerd in een profiel zoals het mijne, men betaalt daar dit en dit en dit, dan heb je een duidelijk plan B. Dat hoeft daarom niet te betekenen dat je daar al een concreet aanbod hebt of dat je daar al getekend hebt, maar het geeft je gewoon, die informatie is belangrijk voor jou om eigenlijk je eigen positie in de onderhandeling te verbeteren. En hoe beter je plan B is, hoe hoger de drempel, zal ik maar zeggen, voor jou om in de onderhandeling te geraken, of anders gezegd, hoe minder groot de druk dat het moet via de onderhandeling. Want als het moet, en daar kan geen enkele tip tegen helpen, wanneer het echt moet en je zit in de hoek waar de klappen vallen in het kader van een onderhandeling, dan moet je al vaak eenvoudig dingen slikken. Hè. Wanneer een bedrijf in acute financiële moeilijkheden zit en in gesprekjes met banken of andere schuldeisers, waar dat men eigenlijk al op het punt staat dat de boeken zouden moeten worden neergelegd en men probeert uitstel te krijgen van de schuldeisers, dan heb je een heel andere positie dan wanneer je een financieel gezond bedrijf bent. Dat spreekt voor zich en geen enkele onderhandelingstheorie kan dat wegnemen. Maar ook dan kan het nuttig zijn om te kijken naar de belangen. Ook dan kan het nuttig zijn om, gaat het zeker nuttig zijn, om te kijken naar wat interesseert die schuldeiser eigenlijk. Hoe kunnen we op een creatieve manier misschien de taart vergroten door opties toe te voegen, door andere bedrijven erbij te betrekken, waarbij de commerciële relatie bijvoorbeeld ook wordt ingezet en waar de banken of schuldeisers wel eens erg gevoelig aan kunnen zijn. Dus verbeter je plan B. In het jargon wordt een plan B ook een BATNA genoemd. Best Alternative to Negotiated Agreement. We hebben een vraag. De vraag is, hoe zit het met vooroordelen? Hoe zit het met druk van hogerhand? Ik denk dat de vraag vooral gaat naar, er zijn toch nog veel andere omstandigheden die meespelen in een context van onderhandeling en conflict. Vooroordelen, die zullen er altijd zijn. Het is heel jammer, maar ik denk dat daar niet zoveel aan te doen valt. Ik denk dat het wel belangrijk is om die te begrijpen en om er wijs mee om te gaan. En ook daar kan je... vooroordelen worden ook vaak gepercipieerd. Waarbij dat een bepaalde opmerking die iemand totaal niet verkeerd bedoeld heeft, wordt gebruikt om, of een perceptie gecreëerd van, die denkt er zo over. Hij is vrouw onvriendelijk, of hij is racistisch, of hij denkt dat oudere mensen niks meer kunnen, omdat hij een bepaalde opmerking heeft gemaakt. En ik denk dat ook daar het belangrijk is om beleving te uiten, om je reactie daarop te laten bepalen door de tips die ik hier meegeef. Wat ik zeer goed voorbeeld was de
De kabinetsmedewerker die onlangs geportretteerd werd als poetsvrouw, een zwarte kabinetsmedewerker van de Vlaamse regering, die door die ideale wereld geportretteerd was als poetsvrouw. Ideale wereld, een hilarisch programma, vind ik zelf altijd zeer humoristisch, maar humor is gevoelig en soms ligt dat moeilijk. En zij heeft er, vind ik, zeer sterk over gecommuniceerd, omdat zij, als je gaat terugkijken naar die communicatie, omdat zij spreekt over haar beleving. Kijk, toen ik dat zag, stortte mijn wereld even in, omdat vanuit mijn beleving, met mijn historiek, is dit bij mij zo binnengekomen. Daarmee kan je nooit verkeerd communiceren. Zij heeft niet gezegd, en jullie zijn racisten, en jullie zijn dit. Want dat zou de verkeerde reactie zijn, want dan ga je weer de andere in het verweer duwen. En die voelt zich dan verkeerd begrepen, want de kans bestaat, misschien is het ook anders natuurlijk, maar de kans bestaat dat hij het helemaal niet zo bedoeld heeft. En dus ik denk, wat vooroordelen betreft, is het belangrijk om als ontvanger van een vooroordeel of van een gepercipeerd vooroordeel die beleving, die perceptie uitdrukkelijk te maken, om die te uiten, zodat de andere zich ervan bewust is, zonder tegelijk dat als waarheid te claimen en die persoon daardoor aan te vallen en in het verweer te gaan. Ik denk dat je zo daar wel mee kan omgaan. Twee, ook daardoor open vragen te stellen. Oei, die heeft iets gezegd waardoor ik precies de indruk heb dat hij, vindt dat studentenrechtspraktijk minderwaardig zijn dan juristen. Dat vind ik geen fijn gevoel, dat ik dat gevoel krijg. Dus ik ga daar even over doorvragen. Van, ja, maar, en waarom maakt u daar het onderscheid tussen hogeschool en universiteit? En kan u dan nog iets meer toelichten vanuit hoe kijkt u daarnaar? Met open vragen om te proberen te achterhalen van is mijn eerste indruk juist? Of was dat maar een eerste indruk die ik dus niet hoef te laten hangen, want hij blijkt niet juist. Wat invloed van hoger hand betreft, daar, ik denk op zich, dat is ook weer een context op zichzelf, maar een gesprek met je, een functioneringsgesprek met je baas, ook daar, vind ik, zou je niet geremd moeten zijn in je communicatie. En ook daar kunnen deze tips jou helpen. Mijn moeder zei altijd, zegt nog steeds, je mag altijd alles zeggen zolang je het maar beleefd doet. En daar zit wel een kern van waarheid in die zin dat wanneer je in een gesprek met een hiërarchisch hoger persoon, ik vind, je moet ook daar de boodschap kunnen brengen, die een moeilijke boodschap kunnen brengen, maar het gaat erom, hoe breng je die? En door te spreken vanuit de beleving, gaat die zich ook minder snel aangevallen voelen. Dus ik denk dat die beleving een belangrijke tip is. Als we het echt gaan hebben over de onderhandeling, ja, hoe dat hiërarchisch verschillende posities inspelen op de onderhandeling, dat is natuurlijk altijd zo. Hè. Je kan een gesprek gaan en uiteindelijk beslist de ene en de andere ondergaat. Maar ook daar kan je het open trekken en kan je proberen na te denken van wacht eens even, wat is voor mijn baas nu eigenlijk belangrijk? Oh, die heeft ook een baas en die wil eigenlijk bij zijn baas wel zo gepercipieerd worden. Of die wil dat we met het team die en die stappen zetten. Wat kan ik doen om hem daarbij te helpen, om hem te helpen om zijn belangen te verwezenlijken? Als je hem dat kan duidelijk maken, hoe dat jij jouw baas kan helpen om zijn belangen te realiseren, dan gaat hij veel sneller geneigd zijn om jouw positie te volgen, die dan ook jouw belangen dient. Dus je moet toch wel proberen, what's in it for him, is eigenlijk de vraag of for her die je moet beantwoorden. Dan kom ik al bij de zevende tip. Denk op de lange termijn. Heel vaak in onderhandelingen, zeker bij conflicten, maar ook in het algemeen bij koopverkoop, commerciële samenwerkingen, bedrijfsovernames. Ik krijg vaak de vraag van, ik ga mijn bedrijf verkopen, maar eigenlijk is er wel een probleem, maar... hoeft de ander dat wel te weten? Hè? Zolang je daar niet achter vraagt, hoef ik dat eigenlijk niet te vertellen. En er worden volledige colleges gegeven over de juridische vraag, wat de informatieplicht is van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper, dus daar ga ik niet op ingaan. Maar daarnaast heb je ook de ethische vraag. En die heb je in elke onderhandeling. Je hebt onderhandelingstactieken, die worden toegepast, ook in elke onderhandeling.
Dat kan werken. Sommige onderhandelingstactieken kunnen zeer doeltreffend zijn, maar ik vind dat het altijd vertrekt vanuit een korte termijn perspectief. Terwijl wij in België het voor- en het nadeel hebben dat we in een zeer klein landje leven, waar dat, gelijk men wel eens zegt, enkel bomen elkaar niet nog eens tegenkomen. En waar dat als een boemerang terug in je gezicht komt. Wanneer je kwade trouw blijkt te zijn, wanneer je heimelijke technieken, tactieken hebt toegepast. De wereld is daarvoor te klein. Dus dat klinkt een beetje prekerig, maar ik bedoel het niet zo. Ik bedoel het eerder vanuit zelfs puur economisch-financieel belang, als je wil. Ik denk dat het in ieders economisch-financieel belang is om in de context waarin wij zitten, om op lange termijn te denken, wat dus ook betekent dat je je best ethisch gedraagt. Het betekent niet dat je als een open boek alles moet vertellen, al je onzekerheden, kwetsbaarheden, de moeilijkheden van je bedrijf enzovoort. Maar je voelt op een bepaald moment wel aan wanneer zaken ethisch op het randje zijn of erover. En mijn advies is, ga er dan niet over. Denk aan lange termijn. En op lange termijn loont dat bijna steeds. Ik zie ook sommige succesvolle ondernemers die al vele jaren consequent de andere mening zijn toegedaan en weinig belang hechten aan ethiek, maar die kunnen dan ook soms succesvol zijn en zeer welvarend, maar dat is persoonlijk, maar als iedereen over je zegt van ja, dat is geen fijne mens, dat is niet iemand waar dat je zaken mee wilt doen, ja, je moet je ook de vraag stellen of het geld dat dan wel waard is. Dus vanuit mijn perspectief zeker, probeer ethisch te zijn, op lange termijn te denken. Stel je de vraag, wat is één goede deal mij waard? Men zegt wel eens, reputatie of vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Ik vind dat een waarheid, dat is een koe. Dus vandaar, probeer altijd op die lange termijn te focussen. Ik heb nog een bonustip voor jullie vandaag. Ik had al gezegd dat ik er maar 7 zou geven en uiteindelijk wou ik er dan toch 8 meegeven. Dus sta mee toe. Momentum. Momentum is alles. In onderhandelingen, bij conflictoplossing, het moment moet juist zitten. Denk maar aan de regeringsonderhandelingen. Ik sta daar zelf nog steeds van te kijken. Of de overlegcomité's. Ik sta daar zelf telkens van te kijken hoe dat het komt, dat men dan, hoewel dat al zo lang gepland is, of men is daar al zo lang mee bezig, waarom moet men dan nog tot een stuk in de nacht door onderhandelen, om dan 's ochtends vermoeid naar de persconferentie te komen en te zeggen, we hebben een akkoord. Had men niet gewoon een dag eerder kunnen afspreken en netjes 2 dagen van 9 tot 4 onderhandelen en dan was men er ook uit. Je zal me niet horen ontkennen dat daar volgens mij wel altijd een beetje show mee is gemoeid, maar ik heb al meermaals in werkelijkheid ervaren dat er ook wel heel veel waarde in zit, in dat momentum. Je creëert een band. Net zoals wanneer je op teambuilding gaat, wanneer je met je vrienden, vriendinnen op weekend gaat, dan voel je van, hier worden banden gesmeed, hier worden herinneringen gecreëerd. Net hetzelfde geldt eigenlijk in een onderhandeling. Ook al zijn er geen banden, ook al zijn er totaal verzuurde banden in een conflict, op een bepaald moment, wanneer je dichter bij een oplossing komt, ook al zijn er nog heel moeilijke zaken te tackelen, dan voel je gewoon van, dit kan wel eens gaan werken. En dan is het heel belangrijk om dat momentum te capteren en dan door te doen. Dan bestel je beter een paar pizza's en wat blikjes frisdrank om nog een aantal uur door te onderhandelen dan dat je zegt, nu gaan we er allemaal eens rustig over slapen en morgen zien we wel weer. Ik zeg dat niet omdat het goed is dat mensen een akkoord ondertekenen waar ze niet ook na een nachtje slapen zouden achterstaan. Hè. Ik denk dat het altijd goed is dat je een nachtje slaapt om zeker te zijn, maar om tot dat akkoord te geraken,
is het wel heel nuttig om soms even de gas in te drukken. En dat gevoel voor timing is cruciaal. Het kan in onderhandeling ook helpen om daar een verwachting naar te geven. Om te zeggen, kijk, we zijn al vele maanden bezig. Soms gaat het goed, soms lopen de gesprekken stroef. Nu willen we eigenlijk duidelijkheid. Ofwel gaat het door, ofwel gaat het niet door, maar dan gaan we ook onze energie niet meer insteken. Dus we spreken dan af, de vergadering. We stellen voor dat iedereen zijn agenda vrijmaakt voor de rest van de dag. En we zien wel waar het ons brengt. Stellen we na een uur vast dat we er niet meer gaan uitgeraken. Goed, gaan we uit elkaar, hebben we allemaal wat tijd gewonnen. Maar in het andere geval moeten we kunnen doorduwen zonder dat iemand zegt, oh, ik moet naar een volgende vergadering. En dat werkt echt. Dat werkt echt, die techniek. En wat daarbij extra nuttig kan zijn, is om met deelakkoorden te werken. Dus wanneer dat je heel veel te bespreken hebt, probeer, ook al zijn de grootste struikelblokken nog niet opgelost, nog niet getackeld, probeer een sfeer te creëren van, ja, we komen er, we gaan er geraken. En doe dat door al zaken waarover je het wel eens bent, door die ook op te schrijven. Maar gebruik een blackboard, gebruik een gedeeld scherm om, net zoals bij de belangen, om te benadrukken hoeveel belangen er wel niet gedeeld zijn, meer dan tegenstrijdig. Gebruik op dezelfde manier een lijst met allemaal issues, waar dat je dan in het groot, met een groene stift, omcirkelt waar je al een akkoord over hebt bereikt. En alleen al het fysiek effect van te zien van, wauw, we hebben hier al 7 van de 10 issues getackled, ook al zijn het er 6 heel kleine en de 3 die nog openstaan zijn 3 heel grote, dat doet iets met een mens. En dat zorgt voor een bepaalde sfeer waarbij er op iedereen een grotere druk komt en ook een grotere wil komt meestal om effectief een akkoord te bereiken. Dus probeer te surfen op die positieve vibe. En tot slot wat dat momentum betreft, wacht niet om dat akkoord te schrijven. Heel vaak zien we ook dat na een lange vergadering of een lang gesprek er eindelijk een akkoord lijkt te zijn. Maar dan zegt men, goed, we hebben allemaal onze notities, wij zullen dat nu uitschrijven en we zullen een aanzet doen. Geen goed idee. Uiteraard, vaak zijn het complexe zaken en dan moet dat nog vraagt dat tijd om dat correct uit te schrijven, maar probeer iets op papier te zetten, de kernlijnen, en liefst met zoveel mogelijk nuance en detail al, probeer dat al op papier te zetten en partijen daarop te laten aftekenen, zodat het akkoord wat er bereikt is, dat je dat momentum eens te meer capteert en dat duidelijk maakt, want anders is de kans op interpretatieverschillen of gewijzigde meningen en standpunten achteraf des te groter. Dus probeer snel samen te vatten wat een akkoord is. Over samenvatten gesproken, ik herhaal graag nog even de tips die ik vandaag aan jullie wilde meegeven. 1. Wees je bewust van hoe jij communiceert. Niet alleen verbaal, maar vooral ook non-verbaal. En probeer aandachtig te zijn voor je eigen lichaamstaal en het effect dat je woorden kunnen teweegbrengen. 2. Luister actief. Denk aan die LSD. Luisteren, samenvatten, doorvragen. Onderbreek de ander niet. Probeer oprecht geïnteresseerd te zijn. Vat samen in je eigen woorden. Parafraseer. En vraag door om zeker te zijn dat je de andere goed begrepen hebt en dat je dat ook bevestigt dat je hem goed begrepen hebt. 3. Claim geen waarheid, maar vertrek vanuit jouw beleving en durf ook te zeggen dat iets jouw beleving is. Ik heb het ervaren als, bij mij kwam het binnen zo, zonder te zeggen het is zo, het is anders. Claim geen waarheid. Ik denk heel erg belangrijk in de praktijk om naar elkaar toe te groeien, zeker in een conflict. 4. Zoom uit en focus op de belangen. Zoom uit, weg van de standpunten. Die wil zoveel betalen, die wil dit. Maar trek het open en ga op een veel abstracter niveau nadenken over wat is belangrijk voor welke partij. En maak daarbij een onderscheid tussen gelijklopende belangen,
verenigbare belangen en tegenstrijdige belangen. Waar dat het heel leuk kan zijn om visueel in kaart te brengen hoeveel gelijklopende belangen er zijn, en waar dat de sleutel voor een goed akkoord kan zitten in de verenigbare belangen. Met name die belangen, iets wat de ene belangrijk vindt en wat de andere koud laat. In de zin van, het maakt hem niet uit. Op die manier kan je de taart groter maken alvorens je ze verteelt. Tip 5, wees creatief. Probeer, net zoals bij een brainstorming, na te denken over allerhande mogelijke opties waar je tot nu toe nog niet over hebt nagedacht. Bij een conflict, zelfs al ben je boos op de ander, zeg je van, goh, die heeft eigenlijk slechte kwaliteit geleverd. Probeer eens na te denken, zit er misschien ook nog muziek in een toekomstige samenwerking? Al is het over iets anders. Kunnen we op een andere manier, kunnen we via een vermelding op de website, excuses, genoegdoening, niet financiële en vaak niet juridische elementen die je toevoegt om op die manier tegemoet te komen aan de belangen van de ander. 6. Verbeter je plan B. Probeer altijd niet alleen in kaart te brengen wat je plan B is, maar ook tegelijk aan je plan B te bouwen, zodat de druk om per se tot een akkoord te komen aan die onderhandelingstafel minder is en je gaat eindigen met een beter resultaat in de onderhandeling. 7. Denk altijd aan de lange termijn. Wanneer je alles in de verleiding komt om onderhandelingstactieken toe te passen, waar dat je van kan twijfelen of dat die te goeder trouw zijn, denk gewoon altijd aan de lange termijn. En voor mij betekent dat in veel gevallen, probeer steeds ethisch te zijn in het reinen met jezelf. Een zwaar woord. En tot slot, de bonustip, momentum is alles. Werk toe naar een momentum. Gebruik een momentum. Maak deelakkoorden. Parkeer moeilijke punten. Eerder dan een gesprek af te ronden wanneer je een breekpunt tegenkomt, parkeer het en ga voort met de andere punten. Wanneer dat als enige overblijft, is de kans dat je een totaal akkoord kan bereiken veel groter dan wanneer je afbreekt en zegt nee, ik moet eerst daarover een akkoord en pas dan kan ik over de andere zaken praten. Dus werk met deelakkoorden. Probeer zelf een momentum te creëren en probeer daarna het akkoord dat er is, snel, zo snel mogelijk ook enigszins op schrift te stellen. Ziezo, tenzij er nog vragen zijn, en ik zal nog even ruimte laten om vragen te stellen via de chat, dan heb ik mijn verhaal meegegeven. Hopelijk heeft u er iets aan gehad. En ik kan alvast meegeven dat in de opleiding rechtspraktijk er vandaag al wat aandacht is voor dit soort van onderwerpen. Het hoeft niet altijd te gaan over de droge, inhoudelijke, juridische, financiële zaken, maar ook in de toekomst nog meer en meer aandacht is en zal komen voor vaardigheden, communicatie, onderhandelingen, die denk ik in een professionele context, maar ook in een privé context, voor ieder van ons heel nuttig zijn. Staat eigenlijk los van onderhandelen, maar ik vind het een superboeiend topic. Durven spreken voor mensen die daar moeite mee hebben. En ik reken mezelf daartoe, ook al denken mensen soms anders omdat ik regelmatig seminaries geef of publiek spreek. Je hebt een geweldig boekje, Speaking Up Without Freaking Out. Een klein boekje met een paar heel concrete tips over om publiek te kunnen spreken. Zelf, vreemd genoeg, heb ik niet zo'n moeite met spreken voor een aula of een publiek. Maar dus ik heb niet zo'n moeite wanneer ik de enige ben met vele mensen in het publiek tegenover mij. Maar wanneer ik in het publiek ben en er is één iemand aan het spreken en ik heb een vraag waar ik mee zit, dan heb ik een enorme schroom om die vraag te stellen. Zo het aula gegeven, een enorme schroom van die vraag gaat dom zijn, en ik begin dan nog steeds, ik word dan rood al wat te zweten, wanneer dat je weet van, goh, ik moet een vraag stellen. En de drang is meestal wel groter dan de angst, dus ik stel ze dan toch. Maar ik herken dus zeker het punt over publiek spreken en durven spreken. Mijn antwoord is tweeledig. 1, er zijn een aantal heel fysieke tips die je kunnen helpen om te durven spreken.
Probeer de stress, de lichamelijke stress die dat met zich meebrengt, probeer die te kanaliseren. In het boekje wat ik net zei, Speaking Up Without Freaking Out, staan daarvoor een aantal heel goede tips om eigenlijk die spanning in je lichaam te kanaliseren op een andere manier, zodat je rustiger bent om toch te durven spreken. Probeer genuanceerd te zijn. Ik denk, wanneer je zelf aandacht hebt voor taal, is de kans dat je iets verkeerd zal zeggen, of dat je dat het volledig verkeerd zal gepercipieerd worden, veel kleiner. Wanneer je rekening houdt met deze tips, van als ik die vraag stel, hoe gaat dat overkomen? Gaat de andere zich misschien geschoffeerd voelen, of gaat de andere zo? Wanneer je daar rekening mee houdt met de perceptie van de andere, en dan bedoel ik niet denken van, oh, die gaat mij dom vinden, of zou ik dit wel vragen? Maar eerder, wat is mijn toon enzovoort. Als je daarmee rekening houdt, dan denk ik dat dat een heel eind kan helpen om, om in het publiek te spreken of een publiek vragen te stellen. Ik had het vanochtend nog. Ik zat vanochtend in een onderhandelingsgesprek en was plots een van de partijen die met de beste bedoelingen voor zover ik kan inschatten, maar die nog een idee had, nog een bezorgdheid, dat ze graag nog in het contract wilde gecapteerd zien, maar vrij kort voor de afronding en ondertekening. En de persoon gooit dat op tafel en plots is de sfeer weg. De anderen reageren heel negatief, zeggen, hey, hoe komt dat je daar nu pas mee komt en dat kan toch niet en dit en dat, terwijl volgens mijn inschatting iedereen rond de tafel de beste bedoelingen had, maar dan heb je zo'n moment van awkward silence, gelijk ze zeggen, dat het gesprek even vastloopt. Wel, ook daar, men heeft het uiteindelijk niet gedaan, maar ik heb wel gesuggereerd, kijk, laat ons even door de andere punten gaan. Laat ons dat even parkeren. Omdat ik daar zelf wel, ik ben een fan van de parking. In een onderhandeling, je loopt vast, je probeert natuurlijk, het is niet wanneer je merkt, we hebben een andere visie, dat je het meteen gaat parkeren. Ik probeer dan toch eerst het inhoudelijk debat te voeren, de argumenten uit te wisselen, te kijken of dat je via die uitwisseling toch tot een akkoord komt. En wanneer blijkt dat dat niet het geval is, maar dat er wel alles over gezegd is, dat je zegt, oké, kijk, we hebben daarover voorlopig gezegd wat we kunnen zeggen. We begrijpen elkaar al wat beter nu. We hebben open vragen gesteld om de positie van de ander beter te begrijpen. En nu gaan we het parkeren en we gaan voort met de andere zaken. Of als je maar één punt te bespreken hebt en het loopt vast, ja, ofwel plan een vervolggesprek in, maar ook probeer uit te zoomen. Is dit werkelijk het enige punt? Kunnen we de taart niet groter maken alvorens het te verdelen? Met die creativiteit zijn er andere zaken die we kunnen toevoegen aan het debat om het terug op gang te trekken. Dat heeft mij althans al goed gevoeld. Heel graag gedaan. Maak er nog een prachtige dag van en hopelijk tot snel in levende lijf.